waar we mee gaan beginnen, dat is een unicum voor Breda, is dan toch mooi de Willy van der Steenprijs. En dat is heel bijzonder, want het is de eerste keer dat die prijs in Breda wordt uitgereikt. Die prijs heeft al een aantal jaren inderdaad, een aantal winnaars kent hij ook al, maar het is hartstikke fijn om die hier zo op dan toch mooi het stripfestival uit te mogen reiken. En als je dan denkt, ja, die naam natuurlijk, de geestelijk vader van onder andere Suske en Wiske, natuurlijk ook de Rode Ridder, mijn grote idool, en nog vele, vele anderen. Dus ook welkom aan de familie van Willy van der Steen. Goed dat jullie hier zijn. De winnaar die dus van die prijs bekend gaan maken, zometeen zijn naam, zijn uitgeverij ook, Anne onder andere. Welkom ook nog. Jullie zien achter mij ook al staan Saban for Culture, want die zorgen dat daar dan ook nog eens een keer een hele mooie prijs bij hoort. Dus ook daarover zometeen nog meer. Maar hoe kom je nou tot dan het kiezen van zo'n winnaar voor zo'n belangrijke prijs? Want er horen hele mooie dingen bij. Nou, dat ga ik dan eens even bespreken met Kurt Morrisens van Stripgids. Dat is een van de organisatoren, zogezegd, van deze prijs natuurlijk al. Eerste keer Breda, zoals ik al aan stipte. Hoe bevalt Breda tot dusver? Lekker, hè? Het is echt leuk om hier te zijn en veel volk. Dus dat is perfect. Zo zou ik het had verwacht eigenlijk. Er is een aantal winnaars al geweest natuurlijk ook, dus de hoeveelste keer is het nu dat deze prijs wordt uitgereikt? Dat is de 10e keer, het is eigenlijk een jubileum. Okay. Ja? Ja. En dat in Breda, dat vind ik extra leuk natuurlijk nog. Stripgids, dat is letterlijk een gids die 2 keer per jaar uitkomt, hè? Wat doen we nog meer? Wij organiseren verschillende prijzen, onder andere de familie van de Steenprijs, maar ook de Bronzen Ademaar. Wij maken tentoonstellingen en wij proberen er te zijn voor de stripwereld, specifiek nu even de Vlaamse stripwereld. Maar dat is eigenlijk, we zijn een organisatie dat de Vlaamse strip probeert te ondersteunen. Voor nu, het is dus best een Nederlandstalige strip, dus zo komen we dan uit op en natuurlijk Vlaanderen en Nederland. Ook als we dan gaan kijken naar hoe belangrijk is deze prijs, hoe moeten we die zien en aanzien? Het is de belangrijkste openprijs van Vlaanderen en Nederland. Dus het is met een vind ik dan persoonlijk een professionele jury. We proberen dat ook allemaal professioneel in de pers te krijgen. Dat is dit jaar echt wel gelukt. Dus wie nog niet weet wie dat de Willy van der Steenprijs heeft gewonnen, die heeft de gezet niet. Alleen de krant niet gelezen, ik moet mooi spreken. Maar het is ook vooral belangrijk dat we hier staan, want we hebben wel een beetje een geschiedenis met Nederland. Het is een Vlaams-Nederlandse prijs. En zo'n prijs is heel belangrijk voor de auteur nog eens een keer in de verf te zetten, echt in de schijnwerpers te zetten. Het werk zelf, de strip zelf, toch terug zoveel mogelijk pers te geven. En als derde, en dat wordt soms ook een beetje vergeten, maar ook om een beetje dankjewel te zeggen tegen de uitgevers die toch wel altijd pareltjes aan ons schenken, waar dat wij gewoon dankjewel eens een keer mogen voor zeggen ook. Hè. Was het toen meer dan 10 jaar geleden wel eigenlijk klip en klaar dat hij gewoon de Willy van der Steenprijs moest gaan heten? Ja, het is de grondlegger van de moderne strip, hè. En bekend in Vlaanderen en Nederland. Het is een ene grotere naam. Nee. Zelf ook genoeg gelezen van Willy zelf? Meer dan daar vast voor mezelf. Daarnet zei je al, hè, we proberen dat, hè, we nemen dat heel serieus. Dus het is niet, we zitten bij elkaar en we trekken een lotje en we zeggen, oh, wie wint? Nee, je tuigt een hele jury op. Hoe kom je tot die samenstelling en hoe werkt dat dan? Dat is heel hard werken en heel veel bellen, maar altijd wel uiteindelijk bij sympathieke mensen uitkomen. De jury is ook altijd evenredig verdeeld. Het is 2 Vlamingen, 2 Nederlanders die in de jury moeten zitten. En dan nog voorgezeten door de nieuwe voorzitter, Jury van Beneden. Dat is de kleinzoon van Willy van der Steen, daar zijn wij heel blij mee. Elena van der Steen nu opgevolgd, die dat al jaren met mij heeft gedaan. Bij Elena heb ik ook een speciale relatie, maar met Jury ben ik dan opgebouwd. Maar hij heeft dat heel goed gedaan, moet ik zeggen. Ja. Zullen we er eens bij gaan halen, zo Kurt? Dat wou ik toch vragen, heb je die allemaal? Ja, nee, toch niet. Het is uiteindelijk zoveel. Ja. Ja, het is pas eigenlijk op later leeftijd te beseffen de grootvader heeft betekend. Hè, want uiteindelijk, ja, het was uw grootvader hier op bezoek, maar hij was aan het werk en besefte eigenlijk niet wat hij eigenlijk betekende voor de stripwereld. Zoveel verschillende personages en dus niet alleen in Vlaanderen, maar in Nederland ook. Klopt, ja inderdaad. Ja, dat is indrukwekkend. Ja, dat is echt op later leeftijd dat je pas moet beseffen wat het man heeft betekend. Hè, of, en wat betekent voor de stripwereld. Hè. Voor jouzelf ook, trots natuurlijk, voorzitter nu dan. Hoe was het om in de voetsporen van tante te treden? Ja, spannend. Ik had het eerst niet zien aankomen, maar ja, ik ben niet het enigste kleinkind, we zijn mijn neven ondertussen. En
ja, ze is bij mij terechtgekomen om die reden dat ik ook wel een creatieve achtergrond heb. En ja, ze hebben zo snel de weg naar mij gevonden en ik heb volmondig daarop ja geantwoord. Ja, wordt in je stem gezegd, was er blij mee. Dan was het vorig jaar medevoorzitter, nu helemaal zelf. En dan komen er ongeveer 200 titels op de lijst. 200 mensen. Komen er zoveel strips uit in het Nederlands? Ja, echt waar. Waar begin je? Ja, dat is gemaakt in het begin een ruwe selectie natuurlijk. Hè, want het is gigantisch veel. En ja, dan kom je echt tot besef hoeveel talent dat er is. Hè. Ik bedoel, heel de Benelux, allez, vooral België-Nederland dan, heel getalenteerd. Hè. En dat maakt dat natuurlijk een grote selectie. En van daaruit begin je je keuzes te maken, je persoonlijke keuze dan. En ja, zo komt het tot een top 10. En dan wordt er al eens overlegd van, wat zijn wat zijn bij jou de meest interessante albums? En dan kom je tot 5. En dan uiteindelijk moet het nog verder uitgedokterd worden natuurlijk. En overlappen die lijstjes al wel? Als je op een gegeven moment zo op de top 10 zit, zitten er dan wel steeds een aantal terugkomende titels bij? Ja, toch wel. Ja, er zijn toch altijd wel bepaalde albums dat er bovenuit springen. Direct vind ik dan dat een spreek over grafisch en inhoudelijk. Dus dat zit toch altijd allemaal wel in de grote lijn hetzelfde. Hè. Op enkele albums na natuurlijk heeft iedereen wel zo zijn interesses. En als je dan gaat kijken, is er dan ook van tevoren nog zegt van, hè, we zoeken wel vernieuwing in een strip, of is het vooral verhaalsterk en het moet beeldtechnisch ook kloppen? Ja, het is natuurlijk, het is en blijft het beeldverhaal. Hè. Voor mij persoonlijk moet dat toch, moet echt een 50-50 verhaal zijn. Hè. Het verhaal moet goed zijn, het moet natuurlijk grafisch heel interessant zijn. Het beeld moet spreken, hè, in deze plaats. Je zei al beeldverhaal in plaats van... Je zei al eerst beeldverhaal in plaats van strip. Ja, klopt. Ja, maar dat is het. Hè. Voor mij moet echt de teken toch wel primeren. En als dat dan een sterk verhaal aangebonden is, is het echt... dan kom je tot de winnaar. Dus uiteindelijk, er werd heel veel gebeld, bij elkaar gezeten. Die lijst van 200 ging naar een top 10, naar een top 5. En toen rolde er een winnaar uit met een juryrapport. Dus laten we nu voor het eerst dan in deze zaal echt zijn naam gaan noemen. En dan mag je ook het juryrapport erbij pakken. Waarom dat het voor jullie echt onmiskenbaar is. Dit is gewoon de Willy van der Steen prijs 2022. Ja, wij zijn unaniem tot een winnaar gekomen. En die winnaar is geworden... Bleekwater van Joris Mertens. Het is een strip waar alles klopt, grafisch, sfeervolle inkleuring, een verhaal dat doet lezen. Je wordt als het ware in het verhaal meegezogen en wordt één met het boek. Met Bleekwater bekomt de jury een strip die qua sfeerschepping zijn gelijke niet kent. En dat zonder overdreven experimentele drang. Bleekwater is een strip die iedereen zou moeten lezen en willen lezen. De combinatie van de perfecte sfeerschepping, een herkenbaar verhaal met een technische, tragische hoofdpersonage en een prachtige grafiek maakt van Bleekwater een onvergetelijke en verdiende winnaar van de Willy van der Steen prijs. Alsjeblieft. Dus Joeri, dan ga ik nu Joris tegenstander vragen. Dus dankjewel, voorzitter. Volgend jaar gewoon weer voorzitter. Okay. En dan hoop ik, wie weet, weer in Breda of een andere mooie plek om uit te reiken. Dankjewel, nog een applaus voor Joeri. Gefeliciteerd dan, nu helemaal officieel in het echt. Ja, helemaal niet echt. Ik was natuurlijk op voorhand al op de hoogte gesteld, helemaal in het geheim, zodat ik in staat was om ook pilletjes te gaan kopen om kalm te blijven. Maar het is natuurlijk een hele eer, Willy van der Steen. Kurt heeft er juist ook al gezegd, dat is het begin, dat is de begin van de Big Bang. En vroeger in de tijd was Jommeke of Suske en Wiske, dat was een beetje gelijk de Beatles en de Stones. Ik was dan Suske en Wiske. En zoals veel jonge kinderen van in de tijd willen tekenen. En dat is de eerste prikkel geweest om te willen beginnen met beeldverhaal. Maar ik heb dan een grafische vorming gekregen. Maar daarna ben ik niet aan de slag gegaan als illustrator of zoiets. Maar ik ben eigenlijk meteen in de film begonnen. Ja, want je was 50 plus en toen pas kwam je eerste stripboek uit. Ja,
Ja, oké. Rijping, bijstom en zo, hè? Ja, ik ben een beetje een laatbloeier. Want inderdaad, ik heb een kleine 30 jaar in de film gewerkt. En het is vooral daar dat ik heb geleerd. Wel door die eerste prikkel van beeldverhalen, al van jongs af aan. Dat ik geleerd heb door met regisseurs ook te werken, van decoupage te maken. Eigenlijk dingen vertellen via beelden. Want in de film wordt soms ook gezegd, je moet niet vertellen, je moet het laten zien. En dat vond ik heel belangrijk om daarmee verder te gaan, ook als in beeldverhaal. En vandaar ook mijn eerste boek, Beatrice. Dit is mijn tweede, Bleekwater. En mijn eerste boek, Beatrice, is zonder tekst. Met als bedoeling enerzijds voor mezelf om te zien of dat ik in staat zou zijn om een boek volledig zonder tekst begrijpelijk te maken. En ook ten tweede om de drempel naar Frankrijk zo laag mogelijk te houden om in Frankrijk binnen te geraken. En die mayonaise die heeft gepakt, gelukkig, ook natuurlijk dankzij mijn Vlaamse uitgeverij, Oogachtend, die en mij enorm hebben gesteund. Want natuurlijk, een auteur zit thuis bezig in zijn grot, heel geconcentreerd en er is ruim tijd om te denken van wat ben ik bezig, dat trekt op niks, dat gaat niet goed komen, ik kan beter stoppen, ik ga in Carrefour gaan werken. Maar dus toch, als ik dan vooral met Anne, mijn uitgeefster, die trouwens ook in de zaal zit, dan belde zij ze van nee, doe gewoon voor, het komt wel goed. En dus dankzij die hulp, af en toe een klein duwtje van kom, stop nu, laat het los en het komt wel goed. En het is goed gekomen. Zo, en daarom nu Willy van der Steenprijs, wat je zo meteen krijgt. Trofee en nog mooie check komen zo meteen allemaal nog toe. Maar je noemde Frankrijk al. Je zei, want dat is toch wel, ja, dat is een beetje toegelaten worden tot het Walhalla. Als het in Frankrijk lukt, dan ben je een soort superster voor de strippers, toch? Ja, als auteur sta je in Frankrijk zo wat meer, het woord zegt het ook al, Ginder, word je meer bekeken als auteur. In de lage landen is het eerder striptekenaar. En in Frankrijk sta je dan ook meer op de hoogte van schrijvers en krijg je toch iets meer, ja, ik zal zeggen, respect. En dat doet wel deugd, natuurlijk, dat mensen naar u komen. Die denken, het is zomaar een hobby, die zit in zijn grot te krabbelen en dan komt hij er af en toe eens uit. Ja, maar auteurs ontmoeten daar elkaar ook op stripfestivals. En dan is er is zo een herkenning van ver al, van ah ja, jij zit ook in die grot. Hè. Ja, kom, we gaan een aperitief drinken nu. Laten we het even concreet over Bleekwater zelf hebben. Want François is jouw hoofdpersoon. Ja, dat is een beetje een man. Het leven is zwaar voor François, hè? Ja, het boek speelt zich af in de jaren 70 en toen was het in de mode, mannen die kaal werden, om hier haar te laten groeien en dat dan vakkundig over de kale plek. Iedereen zag dat dan, maar dat was een soort van mode. En François is een beetje getekend door het leven. Hij leeft een beetje in permanent in de coulissen van het leven. Maar anderzijds, er zit ook veel van mezelf in François. Natuurlijk, de meeste auteurs doen dat denk ik om iets van zichzelf in hun personage te steken. En ook mijn kleine ergernissen zitten er ook in. Ik erger mij bijvoorbeeld kapot aan paaltjes. Er zijn overal paaltjes, in heel Vlaanderen is een paaltjesfestival. En die paaltjes zijn ook lager dan het raam van uw wagen. Ja, al die paaltjes zijn ook beschadigd door mensen dat er tegen zijn gereden. Dus ja, zo de kleine ergernissen van het leven en ambetantigheden. En uiteindelijk gaat het boek ook over eenzaamheid, melancholie. En het idee dat het echte leven zich ergens anders afspeelt, terwijl de dagelijkse realiteit gewoon geruisloos voorbij kabbelt. En dat is iets dat universeel herkenbaar is. En ik vind dat heel fijn om daar iets mee te doen, ook de kleine menselijke dingen vooral te tonen. Geen superhelden met superkrachten. En de stad waar hij zich in begeeft is eigenlijk ook een personage aan zich. Ook een stad die grijs is, waar het veel regent. Geeft hele mooie weerkaatsingen, dat allemaal wel. Maar je kan er niet per se zeggen van het is Antwerpen of het is Brussel. Het is een mengelmoes, toch? Inderdaad. Ik heb mij een beetje bediend van het Belgisch patrimonium. Station van Antwerpen, met in de verte het Justitiepaleis van Brussel. En het grappige is, Belgen die zeggen van, ah ja, maar dat is Brussel.
En Fransen zeggen, ah mais oui, bah c'est bien clair que c'est Paris. En iedereen vindt er zijn eigen fantasie. Amsterdam kun je er ook in zien. Voor de volgende keer. Ja. Ja? Een bepaalde straat of zo, inderdaad, zo, met van die oude gebouwen. Dat is een mooi compliment. Maar ja, dat bewijst nog maar eens dat iedereen... Het is een beetje subjectief, want mensen projecteren bijna hun ideaalbeeld van een grauwe stad, die dat toch als een soort van personage ook in het boek meespeelt en weegt op de personages. En dan is het allemaal met de hand getekend, het inkleuren, dat doe je digitaal, want als het dan de soep in gaat, dan kun je denken, oh, toch niet blauw, we maken het toch maar weer rood. Maar de rest is allemaal tekenpotloten en gummen. Ja, ik ben hier in staat om een tekening te maken zonder te gommen. Gummen, sorry. Gummen zegt hij. Ja, dat is een beetje een frustratie van mij. Altijd gommen. Gommen en vloeken. En dan soms papier opfrommelen en naar de kast gooien en opnieuw te beginnen. En dan toch terug weer al. En dan belt Anne weer en die zegt, verfrommel is niet zoveel. Denk eens niet zo laag over jezelf. Het komt goed, jongens. Ja, maar ja, voor haar is het natuurlijk gemakkelijker om te zeggen, het komt goed, ik moet het wel oplossen. Je hebt het opgelost, hè, de Willy van der Steenprijs voor gekregen. Maar nu hebben we het alleen maar in lucht erover gehad, dus laten we eens kijken wat je dan krijgt. Want het eerste mooie gedeelte dat uitgereikt gaat worden, wordt door de burgemeester van Breda. Dus Paul de Pla gaat erbij komen, gaat ook de trap oplopen. Dus dan krijg je alvast deel 1 van je prijs. Tadaa. Gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Ik kan me voorstellen dat je heel erg trots bent als auteur, want striptekenaar zullen we niet meer zeggen, je bent echt een auteur. Ja, dat is echt. En dan ook mooi dat we dit in Breda kunnen uitreiken. Want Breda is natuurlijk eigenlijk de meest Belgische stad van Nederland, of de meest Hollandse stad van België, maar hoe je het ziet. Dus daarom is het ook terecht dat de Willy van der Steenprijs dit jaar hier in Breda wordt uitgereikt tijdens het stripfestival, waar we inderdaad heel blij zijn dat het weer kan plaatsvinden. Enorm gefeliciteerd. En ja, u heeft de tekening, want volgens mij de vorige winnaar van de Willy van der Steenprijs krijgt dan het verzoek, en dat is natuurlijk het verzoek wat u ook krijgt, om voor de volgende winnaar een mooie tekening te maken. Die is in, ja, als je ook iets zegt over ja, Bleekwater, uw prijswinnend boek. Nou, en hier wil ik dat graag overhandigen. En daarmee bent u echt de officiële winnaar van de Willy van der Steenprijs van dit jaar. Ja. De verbinding met uw boek, met de tragische van de jaren 70, zoals u het net zelf zei. En ik kan me daar nog wel herinneren uit die tijd ook dat je die mannen zag met kale hoofden. Dat gaan we toch later nooit doen. Het is gelukkig ook niet nodig geweest. Het mooiste moment van de week, ja, als de Apple binnenkwam. Op de dinsdag bij de post nog uitgebracht. En dan was je als kind natuurlijk helemaal verguld om al het mooie werk van u te kijken. Dus wat dat betreft, heel veel complimenten voor u en al die andere auteurs die het leven van kinderen, maar ook van volwassenen, zoveel aangenamer en zoveel prettiger maken met al uw prachtig werk. Gefeliciteerd. Deel 1, een prachtige tekening. Heb je ook een stukje muur vrij in je grot waar het komt te hangen? Ja, ik wist dat het ging komen, dus ik heb een stuk muur vrijgehouden. Prachtig ingekaderd. Dus ik ben in mijn nopjes. Ik ben blij dat ik niet met de trein gekomen ben. Eigenlijk toch. Top. En dan straks nog signeren trouwens ook nog, Joris. Ga je daar nog verder mee? We gaan in ieder geval nog eventjes met iedereen die erbij is voor de organisatie. We gaan natuurlijk nog het glas heffen. Hè, op je, en misschien dat je daarna dan nog tijd hebt om te signeren. Ja, dat gaat wel lukken. Nou, Olivier, ook Olivier Matelink, dankjewel voor deze kant uitkomen, want dat was deel 1. Ja, we zijn in Savam eigenlijk de enige auteursmaatschappij die in alle disciplines actief zijn. Dus zowel in muziek, theater, dans, literatuur, maar dus ook in beeldverhaal. En we hebben een cultureel fonds, Savam for Culture, en daar proberen we eigenlijk alle disciplines, en zeker de disciplines die iets minder zichtbaar zijn of die iets moeilijker zijn, om zichtbaarheid te verkrijgen in de media, in de winkel, om die in de spotlight te zetten. Dat is bijzonder, in Nederland hebben we dat niet, dus ik hoop dat wij daar hier ook aan gaan. En daarom, ga verder, sorry.
Ja, ik hoop het ook, want we zijn een Belgische auteursmaatschappij. Het is een, een Nederlandstalige prijs. Dus die kan even goed uitgereikt zijn aan een Nederlandse auteur. Dus het is een warme oproep aan mijn Nederlandse collega's, als die er al zijn, om ook mee te helpen om die prijs meer zichtbaarheid te geven. Ik denk dat we voor een Nederlandstalige prijs ook wel de hulp van een belangrijk land als Nederland kunnen gebruiken, ook financieel. Want wij proberen naast de promotie, proberen we ook een financieel steuntje in de rug te geven van de winnende auteur, zodanig dat hij wat ruimte, wat tijd krijgt om een volgend meesterwerk te maken. En wie weet misschien opnieuw deze prijs te winnen. Want dan komen we uit bij de check. Je hebt hem vast. Hè. Hoeveel geld is die financiële steun in de rug? Wel, elk jaar schrapen wij al onze centen bijeen. Het zijn moeilijke jaren geweest, maar we hebben toch ergens diep in de kassen nog een bedrag van 5000 euro gevonden die wij met heel veel plezier aan Joris Mertens overhandigen voor deze. Nou, weet je wat? Als we nu nog even ook Joeri en als ik Paul de Pla, als hij er nog is, nog terug op het podium mag krijgen, dan maken we nog een groepsfoto. En dan heb je echt alles, dan doen we de foto nog afdrukken. Die kan dan in het fotoboek uitvergroot, ook in de grot aan de muur. De zondag dat ik de Willy van der Steen Race 2022 met alles erop en eraan krijg. Voor Bleekwater en ga hem zo meteen natuurlijk echt ook kopen. Joris Mertens. Even wachten, anders dan krijgen we ongeluk. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ja, dan geeft dat misschien ook wel een beetje druk voor nummer 3. We hebben Beatrice, we hebben Bleekwater. Wordt het weer iets met een B? Ja, dat wordt de vlucht vooruit. Hè. Ik ben altijd een beetje van de jammerlijke instelling, vanaf nu gaat alles mislopen. Ik ben echt onder de indruk van die prijs, dat is gewoon heel mooi. Dank u wel aan iedereen die geholpen heeft om mij op die nummer 1 te krijgen, om te stemmen. Dank u wel. Dank je wel, mooi gesproken. Dank je wel.